Dat wisten jullie nog niet, of wel? Hij is de echte Joris van de Efteling. Oh shit, echt. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierengasten. Ik ben Niels. En terwijl Martijn met zijn bakkes in de Caribbean zit, zitten wij hier in de kou te ploeteren. Want wij gaan naar de Efteling vandaag. En naast mij staat... Hey, ik ben Jimmy. Jimmy, Jimmy, jij hebt ons iets getweet. Ja, ik wilde graag met jullie naar de Efteling. Ja. En natuurlijk gratis, want ik heb geen geld. Dus ja. Hij heeft geen geld. Arm. En hier, wie staat er hier? Dit is Tom van het kanaal Kortom. En ik heb bij de Efteling gewerkt en ik weet wat zwakke punten te vinden. Dus ik ga jullie helpen. Daarom. Wij gaan proberen binnen te komen bij de personeelsingang. Ik zeg, laten we er vast naartoe lopen. Prima. Yes? Let's go. Thomas, als we zo aankomen bij de personeelsingang, hoe ziet het er dan precies eruit? Nee. Nou, we lopen daar dus naar binnen. Hier is de bewaking. Ja. Maar wat we gaan proberen is gelijk links het fietsstok in te duiken, daar doorheen te lopen en daar onder het poortje door te kruipen. En dan zijn we gelijk in de Efteling. En waar zit de beveiliging? De beveiliging zit hier, dus die loopt dan eigenlijk voorbij. Hey, en we moeten natuurlijk wel lijken op personeelsleden. Yes, dus ik heb zwarte schoentjes aan. En mijn personeelskleding zit zogenaamd in mijn tas. Ik heb ook nog net de schoenen bij me. Ik ga even changen en ik zou zeggen, dan gaan we gewoon er naartoe. Spannend! Ja, ik voel hem ook wel hangen, maar het komt helemaal goed. Beveiliging. Welkom in de Efteling. Heel even in het kort, hoeveel geld hebben we bespaard? 3 keer 35 euro ongeveer, 100 euro bespaard. 105 euro. Yes. Oh, hey. Zo, dat ging makkelijk. Dat ging zo makkelijk. Dat was echt. Dat ging zo fucking makkelijk. We zijn niet eens één iemand tegengekomen. Ik bedoel, je kon zo voorbij het poortje gaan. Elke randebiel kan zo het park binnenlopen. Ja, iedereen kan dit. Als je nou 5 jaar bent, 80 jaar, loopt gewoon naar binnen en niks aan de hand. Hé, maar nu zijn we binnen, laten we wel even een attractie pakken. Ja, ik heb een persoonlijke voorkeur voor Joris en de draak. Ik weet niet waarom. Ik vind het goed zolang maar een achtbaan is. Oké. Vertel eens heel veel over Joris en de Draak. Wat heb je daar zo'n voorkeur voor, jongen? Ik ben Joris. Jij bent Joris. En ik kom uit een land hier ver vandaan. Dat wisten jullie nog niet, of wel? Hij is de echte Joris van de Efteling. Oh shit, echt. Hij zit in die video. De Joris. Die Joris. Dit is Joris. Nee. Joris. Kijk wat gezicht is. Ja, ik ben altijd. Nee! Wat een spanning. Jongens, dit was hem weer. Another aflevering van de Gierengasten. Thomas, ik moet jou echt ontzettend erg bedanken. Ik vond het mooi, ik vond het leuk. Ja, zonder jou was het zeker niet gelukt. Heb jij een leuke dag gehad? Ja man, echt tof dat ik erbij mocht zijn. Ja, ja, hey, dat goede gozer was echt gezellig. Dankjewel. Vergeet de video niet te liken, duimpje omhoog. Abonneer ook op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En je kan ook altijd een wens insturen als jij er geen geld voor hebt. Wellicht zit jij dan volgende week wel bij ons in de uitzending. Voor nu een hele fijne week. Wij gaan nog even een attractie pakken. Zeker, we gaan zeker. Oké. Okay. Helemaal top. Nou, en jullie zien beide kanalen van deze heren ook in de beschrijving. Want ze hebben allebei een YouTube kanaal. Later! Later! Later.